Welkom bij deze video Begrijpbaar Recht. In deze reeks gaan we kijken naar belangrijke rechtsfilosofen in de geschiedenis met in deze video Gustav Radbroer in de hoofdrol. In eerdere video's hoorden we al verschillende visies over recht en wanneer we spreken over rechtvaardig recht. Ook hebben we enkele rechtspositivisten gehoord. Deze rechtspositivisten schetsen een neutraal en objectief beeld van het recht zonder daar kleur of oordeel aan te geven. Gustav Radbroer is een jurist die begonnen was als rechtspositivist. Na de Tweede Wereldoorlog is hij hier echter van op teruggekomen. Door de gruwelijkheden en de gebeurtenissen tijdens de oorlogen is hij tot inzicht gekomen dat recht en moraal niet los te koppelen zijn van elkaar. Laten we eens kijken naar zijn visie. Radbroer meent dat er meerdere elementen verbonden zitten in het recht, namelijk rechtszekerheid, doelmatigheid en rechtvaardigheid. Bij rechtszekerheid moeten we denken aan de consequente toepassing van regels. De rechtvaardigheid heeft betrekking op de morele eisen die men kan stellen aan de inhoud van de regels. We noemen dit ook wel gerechtigheid. Bij doelmatigheid ligt de focus op het resultaat. Ook spreekt Radbroer van het gelijkheidsbeginsel. Hij meent dat de mens in principe als gelijke behandeld moet worden. Onderscheid maken in rassen, geloof en daarop je recht baseren kan dus helemaal niet volgens Radbroer. Als didacturen positieve regels schrijven, dan kan hiermee de rechtszekerheid vastgesteld worden. De gerechtigheid kan echter in het geding komen als deze positieve regels onrechtvaardig zijn, wat we zagen in bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Radbroer wil wel duidelijk zijn in zijn stelling. Hij meent dat positieve regels en rechtszekerheid een belangrijk onderdeel zijn wat in principe gevolgd moet worden. Het voorbeeld van de oorlog laat echter zien dat dit niet altijd hoeft te gebeuren. De gerechtigheid hoeft namelijk niet opgeofferd te worden voor het positieve recht. Het gepositiveerde recht dient men opzij te zetten als onrechtvaardig recht optreedt. Als mensenrechten bijvoorbeeld in gevaar komen, is het belangrijk om het positief recht opzij te zetten. Sterker nog, we kunnen volgens Radbroer dan helemaal niet spreken over recht. In deze gevallen mag men ongehoorzamen, omdat we helemaal niet van recht kunnen spreken. Radbroer zegt dat het natierecht wat onrechtvaardig is, geen recht te noemen is. Hij meent dat ongehoorzaamheid is toegestaan als iets geen recht genoemd kan worden. Er kwam kritiek op deze uitspraak. Hart meent bijvoorbeeld dat Radbroer twee kwesties door elkaar haalt. Een bepaalde regel kan tot het positieve recht behoren, maar niet te al te min te onrechtvaardig zijn om te gehoorzamen, aldus Hart. Hart meent dat het recht nog niet iets zegt over de morele plicht tot volgen ervan. En Kelsen is juist van mening dat recht sowieso gevolgd moet worden, of het nu moreel te rechtvaardigen is of niet. Kortom, Radbroer is door de oorlog veranderd en teruggekomen op zijn rechtspositivistische visie. Hij meent dat mensen ongehoorzaamheid toegestaan is als iets tot geen recht genoemd kan worden, als het recht dus onrechtvaardig is, bijvoorbeeld het natierecht. Dit is een smal rechtsbegrip wat inhoudt dat rechtmatige wetten recht is als het aan morele eisen voldoet. Tegenhangers als Hart hanteren een breed begrip, wat inhoudt dat recht alle regels omvat die daartoe volgens procedure tot stand zijn gekomen, zoals de herkenningsregel. Het is dan aan de persoonlijke morele geweten van burgers om uit te maken of je wetten gehoorzaamt of niet. Bedankt voor het bekijken van deze video. Volg mijn kanaal om binnenkort meer video's te ontvangen over begrijpbaar recht.